Geertje, mag ik dan kiezen wat wij gaan doen zo? Jij mag kiezen, ja. Ja, maar Geertje, dan kies ik zo om iets te maken met iets dat je anders kan opeten, maar dat je niet kan opeten als je het zo maakt. En je moet het ook bakken zo, hè? Ik denk dat ik weet wat jij bedoelt. Ja. Jij bedoelt natuurlijk... Er klopt iemand op de deur. Maar nee, Geertje, dat bedoelde ik eigenlijk niet. Ah, dat weet ik wel, maar er heeft hier echt iemand op de deur geklopt, hoor. Huh? Kijk maar. Ja, ik moest kloppen, want de bel doet het niet. Dag, mijn schatje. Dag, mevrouw Pralin. Dag. Kijk eens hier, ik moet je iets tonen. Ah ja? Momentje. Kijk eens. Geertje, dat is precies een portret van ons. Een portret? Ja. Ja, inderdaad. Dat is... Ja, schilderen is toevallig een van mijn specialiteiten, moet je weten. Hè. Ja. Wacht, ik ga eens even iets anders nog laten zien. Moment. En kijk, hier is ze. Geertje, dat is zo precies meneer Spaghetti. Maar nee. Maar ja, zie je dat nu niet? Ja, natuurlijk. Iedereen kan meteen zien dat dat Albert is, hè. Ja. En wacht, nog één. Kijk, deze is... Dat is... Dat is zo precies, meneer de Rafzo. Ja, dat is mijn octaaf. Dat zie je toch direct aan die intelligente blik, aan die sportieve uitstraling, aan dat creatieve in die ogen. Dat heeft hij van mij. Jammer dat hij niet wil schilderen. Maar ja, één artiest in de familie is ook al goed, hè. Maar mevrouw Pralin, waarom heb jij die plot... Alleen die dingen zo meegebracht? Die portretten? Ja. Wel, omdat ik ze wil laten zien voor ze vertrekken. Maar ze gaan die... Die portretten? Ja, gaan die dan een beetje op reis, zo? Zo zou je het kunnen noemen, ja. Ze gaan naar de stad, naar een tentoonstelling. Oei. En daar wilden ze natuurlijk direct mijn werken hebben. En weet je wat mevrouw Buijs zei? Mevrouw Buijs, dat is de voorzitter van de club van voorzitters van de hobbyclubs, hè. Eerst wilden ze mij als voorzitter hebben, maar ik heb gezegd, dat kan ik niet doen. Ik heb tenslotte mijn winkel nog en ik kan ook niet alles doen, hè. En dan hebben ze mevrouw Buijs maar genomen. Nou, die doet het ook betrekkelijk goed, hè. Maar weet je wat mevrouw Buijs zei? Er klopt iemand op de deur. Ja, maar waarom zei die mevrouw dat dan eigenlijk, mevrouw Pralin? Maar dat heeft ze toch niet gezegd. Mevrouw Janine bedoelt dat er hier iemand op de deur heeft geklopt, hè. Oh. Jij moest kloppen, want de bel doet het niet, hè. Gegroet allemaal. Maar dag, meneer de burgemeester. Burgemeester. Ja, meneer de burgemeester, dat komt goed uit, want ik wilde straks toch naar het gemeentehuis komen. Ah ja, mevrouw de Bolle, kan ik je helpen? Wel, ik vind dat de gemeente iets speciaals zou moeten doen voor iemand die de kunst in ons dorp vertegenwoordigt. Denk je? Ja, dat denk ik, want dat doen ze in de stad ook. Ja? Misschien heb je wel gelijk. Hè? We moeten daar eens over nadenken. Dan zal ik een kopje thee zetten. Dat is toch een beetje gezelliger, hè, zo om na te denken. Ja. Dat is dus afgesproken, een officiële ontvangst op het gemeentehuis. Met de afgevaardigde van de minister erbij natuurlijk. Dan een mooi geschenk. En eventueel een studiereis naar Italië of Spanje of zo. Ja, vind je dat niet een beetje te veel? Voor echte kunst kan je toch nooit te veel doen. Huh? Zeg, maar denk je dat Vermeers daar echt blij mee zal zijn? Vermeers? Jij bedoelt toch Alberto niet? Nee, ik bedoel een echte kunstenares. Ja, is er dan, zonder dat ik dat weet, een kunstenares in ons dorp komen wonen? Zeg, doe je het nu met opzet of wat is het? Kijk hier eens. Ah, je bedoelt Fred Croquet. Fred Croquet? Ah ja, dat is toch Fred Croquet op dat schilderijtje daar? Nee, meneer, nee, dat is Fred Croquet niet. Dat is Gert. Zie je dat dan niet? Weet je wat jij bent? Jij bent een cultuurbarbaar. Jij bent een... Nee, dat zal ik niet zeggen, want ik wil beleefd blijven. En echte kunstenaars blijven altijd beleefd. Echte kunstenaars. Zoals jij schildert, hè. Zo kan iedereen schilderen. Ah ja, wel, dat kan niet iedereen en zeker jij niet. Ik kan dat wel, wat denk jij wel, zeg? Wel, ik zal eens zeggen wat ik van jou denk. Jij bent een cultuurbarbaar, een beeldstormer, een prutser. Ah ja, ik ben een prutser. He?
Wel, die cultuurbarbaar beeldenstormer Prutser, hè, die zal straks eens drie schilderijen maken, hè, die veel mooier zijn, hè, dan dat wat jij gemaakt hebt. Hè. Ja, dat wil ik dan nog wel eens zien. Tot later. Tot later. Maar tot later, mevrouw Pralin. Maar Geurtje, ik denk zo, dat mevrouw Pralin nu een beetje boos is zo. Een beetje boos? Ja, maar wat denkt u wel, zeg? Oh, die dulle griet, die Spaanse furrie. Ik een Prutser, een cultuurbarbaar. Mama, meneer de burgemeester, ga jij nu echt zo schilderijtjes maken? Zo? Schilderijtjes? Ja, natuurlijk ga ik schilderijtjes maken. Ja. Zal er eens onmiddellijk aan beginnen. Heb jij hier nog verf en penselen en drie doeken? Ja, hier moet nog wel ergens verf liggen, hoor. Ja, die is van Marlijneke, maar die schildert nu toch niet meer. Maar doeken hebben wij niet. Mogertje, wij hebben toch zakdoeken zo? Maar nee, de burgemeester bedoelt toch geen zakdoeken, nee. Maar van die speciale doeken om op te schilderen. Ja, nee, die hebben wij toch niet? Oh, nee, maar Geertje, Marlijnen, die kleurde toch altijd zo op plankjes die een beetje wit waren zo? Ah ja, ja, jij bedoelt dat Marlijneke op hout schilderde. Ja. Ik denk dat ik nog een paar van die plankjes heb. Ik zal ze gaan halen, hè. Hallo, spreek ik met de befaamde kunstspecialiste mevrouw Potvin? Ja, u spreekt met Janine de Bolle, de voorzitter van de hobbyclub hier. Ja, daar zal u mij zeker al wel eens gezien hebben. Maar ik wou u eigenlijk iets vragen. Ik zou graag hebben dat u jury zou zijn. Ja, ik heb een paar portretten geschilderd en ik moet zeggen, ze zijn heel mooi. Al zeg ik het zelf. Maar ja, als ze werkelijk goed zijn, dan mag dat ook gezegd worden, nietwaar? Ja, en nu wil de burgemeester ook een paar portretten gaan schilderen. En je weet hoe die mensen zijn. Ze hebben dan al eens een bouwpakketje in elkaar geknutseld en dan denken ze dat ze alles kunnen. Zo, ik denk dat ik alles heb. Ah, dat is goed. Ah, je had dan toch een doek? Doek? Ah, nee, dit zijn vodden, hè, om je penselen mee proper te maken. Ah, dat is goed, hè. Ja, dankjewel, hoor. Goed, dan ga ik zo meteen beginnen, hè. Ja. Jullie moeten poseren. Ah, ja. Mama, Geertje, waarom moeten wij zo shockeren? Nee, poseren. Dat wil zeggen dat wij heel de tijd in dezelfde houding moeten zitten. En daar mogen we niet bewegen, want dan kan de kunstenaar goed zien hoe hij jou moet schilderen. Ja, maar moet ik dat dan zo doen, zo? Ja. Jullie moeten nu poseren, want ik wil meteen beginnen. Hè. Zeg, en verwittig de Bolle en Vermeers maar dat ze onmiddellijk naar hier komen. Hè. Ah, ik mag toch niet bewegen, zeker? Ja, maar nee, doe dat maar, hè. Want ik ga eerst beginnen met Samson. Die wil ik eerst schilderen. Oh, goed dan. Maar Geurtje, moeten wij hier nog lang blijven zitten, zo? Niet bewegen. Ja, er klopt iemand op de deur. Ja, ik ga niet bewegen, hè. Wacht. Momentje, hè. Hop. Ja, nu mag je de deur openen. Maar meneer de burgemeester, mag ik dan eens kijken? Nee, je mag toch niet kijken, want ik moet eerst de Bolle en Vermeers nog schilderen, hè? Ja, ik moest kloppen, want de bel doet het niet. Ah. Dag iedereen! Maar dag meneer Spaghetti en dag meneer de Raaf. Dag, dat is goed dat jullie er zijn, hè, want ik wil onmiddellijk met jullie beginnen. Begin maar met Octave, ik ga eerst een beetje koekjes eten. Goed, de Bolle gaat daar eens staan. Of nee, ga eens op de telefoon. Mosse, je mag niet op de telefoon staan, want anders is die stuk zo. Maar dat bedoelt de burgemeester toch niet? Nee. Oh. Hallo met Gert. Ja, en ook met mij. Ja, en ook met Samson. Met Janine de Bolle hier. Ja, zou je eens aan de burgemeester willen zeggen dat de bekende kunstspecialiste mevrouw Potvin straks jury zal zijn? Goed, ik zal het zeggen. Dag. Het was mevrouw Janine. Ah, dan moet ik naar huis. Nee. Ze zei gewoon, hè, dat de gekende kunstspecialiste mevrouw Potvin straks jury zal zijn. Oh ja, mevrouw Potvin. Mevrouw Potvin, maar dat is een echte kunstspecialiste. Ja. Waarom ben jij daarom zo'n beetje zwavelachtig, meneer de burgemeester? Zenuwachtig. Ja. Nee, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Maar nee, toch een klein beetje veel. Ja, maar waarom eigenlijk, meneer de burgemeester? Ja, omdat... Ja, ik weet niet waarom, hè. Zeg, begin jij nu nog te schilderen of niet? Ja, de Bolle gaat daar eens op die stoel staan. Zo, hè. Zo. Ja.
is dat? Maar Vermeer, je mag dat schilderij nog niet bekijken. Goed, ik kijk al niet meer, hè. Maar wie heb jij geschilderd? Ja, zeg, zie je dat niet? Nee, ik zie dat niet. Trouwens, ik mag toch niet kijken? Kunnen jullie zien wie dat is? Maar Vermeer, jongen... Maar ik heb toch niet gekeken? Zeg, wil jij met dat geknooi winnen van ons smokken? Vinden jullie het niet goed? Dan zal ik niet winnen. Nou, goed. Dan heeft het geen enkele zin, hè. Mevrouw de Bolle, die zal wel winnen, hè. Gertje, nu is meneer de burgemeester zo heel, heel erg verdrietig zo. Ja, zeg, hij moet niet denken dat hij alles kan, hè. Maar zeg, maar ik vind zo dat mevrouw Pralin eigenlijk niet lief is geweest met meneer de burgemeester. En daarom wilde hij zo heel mooi kunnen schilderen, hè, Gertje? Ja, het is waar wat Samson zegt. Ah, bedoelen jullie dat jullie ons smoeken eens een lesje willen leren? Maar wil jij dat eigenlijk wel graag hebben, zo'n meneer? Natuurlijk dat ik dat wil. Ja. Dat is elke morgen hetzelfde. Octave, je hebt de verkeerde sokken aan. Octave, je moet je kosten van je boterhammen opeten. Octave, drink je melk leeg. En zo is dat heel de dag, hè. Oh, ik ken dat gevoel. Mijn mama is ook zo, hè. Oh, ja? Zeg, dus moeten wij haar een lesje leren. Ja. Maar wat gaan we doen, hè? Ik kan niet alles weten, hè. Maar Gertje, ik weet wat wij moeten doen. Ah ja? Ja, Gertje, wij moeten zo heel diep nadenken zo. Nou, nu zal mevrouw de Bolle natuurlijk overal gaan zeggen dat ik een prutser en een... Well, wat heeft ze ook weer gezegd, hè? Maar ze zal het in ieder geval overal gaan zeggen, hè? Ze heeft nog gelijk ook. Ik ben een prutser. Ik kan niet eens een portret van iemand schilderen. Mevrouw de Bolle heeft gelijk. Zeg, waar is Gertje nu? Is al een tijdje geleden naar het tuinhuisje gegaan. Ja. Maar waarom eigenlijk? Dat heeft hij niet gezegd. Wacht eens, ik denk dat hij zei... Ik denk dat ik het heb. Ah ja, dat heeft hij daar straks ook gezegd. Ja, ik denk dat ik weet hoe wij mevrouw Janine een lesje kunnen leren. Ah ja? Ja, kom, we gaan naar het gemeentehuis. Ik blijf nog een beetje hier, want ik wil koekjes eten. Nee, jij moet ook meekomen. Maar waarom? Ik leg het onderweg wel uit. Kom je ook, Samson? En daarom heb ik dan ook gezegd, zeg, goed, bewijs dan maar eens dat je het kan, hè. Dat is toch waar? Ik zeg, probeer het dan maar eens, hè. Mijn zoon Octave, die heeft moeten poseren. Oh, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de burgemeester ervan terecht brengt. Volgens mij lukt dat nooit. We moeten het toch proberen. Ja, maar als het mislukt, dan maak ik mij heel erg belachelijk. Met het schilderij dat je van Samson en Gert gemaakt hebt, maak je je zeker belachelijk. Dat is waar, hè? Ja, goed, hè, dan proberen we het maar. Moeten we dan nu al? Maar nee, we wachten tot die mevrouw Potvijn hier is en dan, hè. Ja, maar Gertje, als die mevrouw Potlijn hier is, dan zal die toch zien Potvijn, dat wij... Potvijn, zo... Potvijn, ja, nee, als die hier is, dan zal die niks zien, want de burgemeester moet haar dan eerst zo'n beetje bezighouden, hè. Ah, jullie zijn er al. En waar mag ik mijn werker hangen? Daar, doe maar. Wij gaan zo lang in mijn kantoor. Mooi. Octave, kom jongen. Kom je moeke helpen, hè. Dat zal mevrouw Potvijn zijn. We kunnen beter meteen naar de gang gaan. Nee, mevrouw de Bolle. We moeten die mevrouw goed ontvangen. Ik heb trouwens koekjes voorzien. Laat ze maar naar binnen komen. Goeiedag, ik ben mevrouw Potvijn, kunstspecialiste. Mevrouw Bollekes of zo? Nee, de Bolle. Janine de Bolle, voorzitter van de hobbyclub. Dat ben ik. Aangenaam. Je zei aan de telefoon dat ik jury moest zijn. Ja, we kunnen meteen gaan kijken. Nee, mevrouw de Bolle. Laat mevrouw Potten... Ja, juist. Ja. Laat toch even uitrusten. Hè? Oh, maar ik ben niet moe, hoor. Wacht, wij gaan dan eerst weg. Gaan wij nu al weg? Ja, en jij gaat ook mee. Hè? Nee, ik blijf hier, want de burgemeester heeft gezegd dat hij koekjes voorzien heeft. Maar nee. Ja. Kom al, best ook maar. Ja, en Samson gaat ook mee, hè? Oh ja, Gertje, niet kom. Ja, maar ik wil eerst... Nee. Ja, maar je
willen jullie dan niet weten wie er wint? Nee, jawel. Ja, maar toch moeten we weg, omdat... omdat we weg moeten, ja. Hè. Allee, kom, we zijn weg, hè. Maar... Goed, we beginnen eraan? Nee. Ik haal eerst de koekjes. Laat maar. Ik eet nooit koekjes. Ja, u eet nooit koekjes. Maar wacht, dan zal ik eerst een toespraak houden. Haast je vlug op dat. Proficiat. Goed, dan kunnen we nu gaan. Ik denk dat we best eerst beginnen met de werken van de burgemeester. Dan kunnen we eindigen in schoonheid. Oh, maar ik zou zeggen, de dames eerst. Nee, laat maar. Ik kijk liever zonder te weten wie de werken gemaakt heeft. Ik begin bij deze hier. Is niet slecht. De scheiding van de kleuren doet een beetje aan Toulouse-Lautrec denken. Hoewel, hieruit blijkt dat de schilder veel baziger is. Het lijkt iemand te zijn die graag de baas speelt over anderen. Burgemeester, heb jij toevallig die schilderij gemaakt? Nee, ze zijn van mij. Wat was dat? Wat? Ik heb niets gehoord. Ja, maar ik had ook de indruk dat ik iets hoorde. Lachen of zo? Nee, dat zal de wind geweest zijn, hè? Want het tocht hier altijd in het gemeentehuis. Waar zijn uw kunstwerken, burgemeester? Wel, hier. Hier achter dit doek. Oh, wat dit is ongelooflijk. Dit is grote kunst. Zoiets kon Rembrandt zelfs niet. Rubens trouwens ook niet. Oh, dit is... Ik heb er geen woorden voor. Het is net echt. Het is beter nog dan hyperrealisme. Ja, maar vindt u niet... Kijk eens even naar mijn schilderijen. Ja. Maar nu weet ik het zeker. Ik heb iets gehoord. En het kwam vandaar. Nee. Dat was ik. Ik ben een beetje verkouden. Achie. Ja, door de tocht hier, hè. Wacht eens. Moet ik dat doen? Pijn. Dat is bedrog, dat telt niet mee. Oh, zeg, ik heb het gezegd dat het niet zou lukken. Dat is geen bedrog, dat is grote kunst. Een schilderij met levende personages. Een nieuwe dimensie in de kunst. Ik geef binnenkort een tentoonstelling in Brussel. En dan een in de stad en in Amsterdam. Ja. Maar Gertje heeft meneer de burgemeester nu gewonnen zo. Dat is niet belangrijk. Nee. Ik ben al blij met die drie tentoonstellingen. Dat is toch al goed voor een prutser.